dat je weer kijkt. Deze week heb ik natuurlijk niet stilgezeten. Om te beginnen met woensdag. Daar ga ik weer. Zoals je ziet heb ik mijn sexy koeienoutfit aan. Want ik ga koeien scheren vandaag. Ik had natuurlijk in mijn vorige filmpje gezegd van hé, dat kan ik ook. En volgende keer wil ik het gewoon zelf doen. Ik zou het heel graag willen filmen, maar ik wil ook echt aan de bak. Het is echt heel irritant als ik nog steeds met een camera in mijn handen moet staan. Dan kan ik nog niks. Voor dit soort dingen heb ik dus eigenlijk een cameraman nodig. Dus mocht iemand zich geroepen voelen om mee te gaan op mijn achterlijke avonturen zo nu en dan. En dingen te filmen zodat ik gewoon aan het werk kan. Zou top zijn. Maar voor nu moeten jullie het alleen maar even doen met het eindresultaat. Ah, grapje. Toch niet, sorry. We zijn doorgegaan totdat het donker was. En daarna was ik echt zo vies en stinkend dat ik geen zin meer had om mijn camera uit mijn auto te halen en de resultaten te filmen. Maar volgende week doen we het gewoon nog een keertje. Dan scheren we de rest van de koeien en dan zal ik jullie zeker wat filmen. Gisteren had ik een soort sollicitatiegesprek. Of nou ja, niet echt een sollicitatiegesprek, meer een kennismakingsgesprek. Kijk maar wat dat precies inhield. In december ben ik benaderd door een meisje hier in Bodegraven. Die werkt voor Beauty and Health. Of Health and Beauty, zoiets. Ik heb hem heel goed ingelezen. Maar zij is me benaderd, want ze zag allemaal enthousiaste filmpjes en dacht dat het misschien ook iets voor mij was. Ze vroeg of ik het leuk vond om een paar dagen in de week voor mezelf te werken. En zo een beetje extra bij te verdienen. Lijkt me echt top eigenlijk. Dus ik dacht, nou, ik kan altijd even kijken. Ik ben nu onderweg naar een gesprek met haar. En ze kwam heel erg aardig over op de mail. Dus ik verwacht dat dit echt ook wel is. Maar misschien wel weer een leuke nieuwe uitdaging en een beetje extra verdiensten erbij. Nou, ik ben weer thuis. Ik heb een hele berg met foldertjes meegekregen. Ik weet niet of een van jullie dit kent. Dit blijkt de grote, beroemde gele kam te zijn. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Ze hebben zelfs dingen voor dieren. Daar hou ik van. Ik geef het eigenlijk het voordeel van de twijfel. Kan ik er geen geld mee verdienen, kan ik er in ieder geval van leren. Je weet, heb ik er in een gezonde levensstijl ook. Ik ben erg benieuwd. Volgende week woensdag ga ik naar die trainingsavond. Ik ga me daar alles vertellen over wat het precies inhoudt. En dan kan ik bepalen of ik hier iets mee ga kunnen of niet. Maar het klinkt veelbelovend. Dus wie weet. En vandaag komt mijn vriendinnetje Kimmy met haar hondje. En dan gaan we lekker samen wandelen in de regen. Wat vind je ervan, Gracie? Gracie? Weet je wel nooit op de film? Doe maar, kijk eens. Worst? Gracie, worst? Ze trapt er gewoon echt niet in. Moet je het leuk vandaag? Was het gezellig met Gilly? Gracie? Was je zo lekker aan het slapen? De dag zit er weer op. We hebben het gezellig gehad met Kimmy en Gilly. Gracie gaat zo lekker slapen. En ik ga lekker naar mijn werk zo meteen. Dat rust allemaal. Veel plezier met dat was het weer voor vandaag. Vond je het leuk? Geef me een like. Blijf je me volgen? Klik dan op abonneer. En mijn laatste twee vlogs vind je weer aan deze kant. Ik zie jullie dinsdag weer. Heel fijn weekend allemaal. Doei. Adieu.